Edward Kennedy Ellington, beter bekend als The Duke, was de centrale figuur van de Berlijnse jazzdagen. Sinds jaren een van de belangrijkste jazzfestivals van Europa. De pas 70 jaar geworden Duke Ellington, die een beslissende invloed heeft gehad op de orkestrale jazz, werd in Berlijn op grootse wijze geëerd. En hij bewees hier dat hij nog niets aan kwaliteit heeft ingeboet. Onder de velen die de Duke kwamen huldigen was ook Lionel Hampton, de man die de jazzmogelijkheden van de vibrafoon ontdekte. En dan was er voort Sarah Vaughan, eens begonnen als gospelzangeres. Nu een van de grote namen in de jazz. To kiss me a few, all those guys.